Lucien van Ritswijk is nu nog burgemeester in Druten, maar stapt op om burgervader van Zevenaar te worden. Hij is unaniem gekozen door de raad en had daar tien concurrenten voor het ambt. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt. Van Ritswijk is actief in de politiek sinds 1994. Hij begon als raadslid in de gemeente Rijnwaarden, waar hij vier jaar later wethouder werd. In 2009 nam hij afscheid van Rijnwaarden om in Druten burgemeester te worden. Daar maakte hij direct gebruik van Twitter, wat destijds nog geen enkele andere burgemeester deed. In de bijna tien jaar dat Van Riswijk raadsvoorzitter van Druten was, verzorgde hij een aantal succesverhalen. Waaronder het ontvangen van vierdaagse wandelaars tijdens de honderdste editie. Na lobbyen door Druten en met name Van Riswijk werd er nog eenmaal de 55 kilometer afstand gelopen door de gemeente. Op dit moment is Van Ritswijk nog voorkeurskandidaat voor de gemeente Zevenaar. De bevestiging door Den Haag is doorgaans een formaliteit. Wanneer hij aan de slag gaat in zijn nieuwe gemeente is nog niet bekend.